Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering. Deze aflevering is een speciale. En ik weet het, ik zeg het bij elke aflevering, of toch bij de vele. Maar dit is echt wel een unieke aflevering. Want hier in deze aflevering vertel ik jou mijn stemverhaal. En als je mij al een tijdje volgt, of je kent mij, of je werkt met mij, dan weet je dat ik in oktober van 2022 een stemoperatie heb gehad. En deze podcast is eigenlijk ontstaan omdat ik na die operatie, toen ik terug mocht praten, want ik moest natuurlijk eerst een paar dagen zwijgen, 5 volle dagen, dat valt nog goed mee, hè, moest ik dus volledig zwijgen. Maar na die 5 dagen mocht ik mijn stem weer gebruiken en het was voor mij een confronterende reis. Confronterend aan de ene kant, maar ook emotioneel en ergens ook zo mooi, want ik heb enorm veel geleerd deze afgelopen maanden. En na de eerste keer bij mijn stemtherapeute dat ik terug mijn stem mocht gebruiken, heb ik mijn stem opgenomen. En zo is dat eigenlijk gegroeid, want ik dacht, ik ga elke dag mijn stem een keer opnemen om mijn vooruitgang te mogen volgen. En dan kwam het idee van, waarom zou ik dit voor mezelf houden? Ik moet dit delen, want dit is een proces die enorm moeilijk is geweest en soms nog altijd is. Ik ben er nog niet helemaal door en dat is oké. Dat voor iedereen, deze uitdagingen zijn uitdagingen die soms lang kunnen duren, hè? Herstel en ik deel heel graag dit proces met jou, want ik heb er enorm uit geleerd. En ik wil die lessen met jou delen, zodat jij eruit kunt leren. Dus dat is eigenlijk de reden erachter. Nu, heel veel zangers die misschien naar dit gaan luisteren en die mijn verhaal ook wel kennen, vragen mij van, met wie heb je allemaal samengewerkt? Want stel dat jij met een stemprobleem zit of jij wilt eens laten checken of je stem in orde is. Misschien ben je wel benieuwd en wil je graag met de juiste mensen terechtkomen. Dus ik kan heel erg van harte de stemkliniek aanraden. En ik heb hun toestemming gevraagd om dit te delen. Ze zijn geweldig. Dat is eigenlijk een team van stemspecialisten. Je hebt een osteopaat, je hebt een NKO-arts, neus, keel, oor. Je hebt 2 logopedistes. Je hebt een heel team van stemspecialisten die klaarstaan om jou te helpen. Hun website is destemkliniek.be. Kan ik alleen maar van harte aanraden. Ze zijn ook zo'n lieve mensen die jou doorheen heel het avontuur steunen. Maar ik zou je dus zeker aanraden. Ik laat bijvoorbeeld mijn stem elk jaar checken. Elk jaar ga ik bij de NKO, of in Nederland zeggen ze KNO-arts, om te kijken of alles oké is. En het is zo ook dat ze ontdekt hebben dat er bij mij een kiste op de stem was. Het is een heel verhaal, maar ik ga het heel, heel kort proberen uitleggen. Een kiste is iets dat dat is genetisch. Dus heel veel zangers denken van, stemoperatie, je hebt waarschijnlijk je stem fout gebruikt. En dat is ook wat ik eerst dacht. En maar gelukkig is dat dus niet het geval, hè, want dan kwam natuurlijk de volgende gedachte van, wie ben ik om als vocal coach nog mensen te leren zingen? Maar gelukkig was die gedachte voor niks nodig, want een kiste is iets genetisch. Dus dat kan even goed op je eierstok terechtkomen. Bij mij was dat de stem. Maar dus mijn verhaal is daar begonnen, hè, bij een bezoek bij zo'n NKO-arts. En dan volgde de operatie en dan volgde het herstel. En het herstel wil ik hier in deze podcast met jou delen. Het is voor mij ook een heel kwetsbaar verhaal die ik deel. En ook deel van het herstel is om dat open en bloot met jou te delen. En je gaat zien, er zijn ups, er zijn downs. Maar zonder te veel intro verder te gaan vertellen. Dit is mijn verhaal van na de operatie, mijn herstel. En zoals ik in het begin ook al zei, het is nog niet gedaan. Het herstel gaat verder. En wie weet komt er hier nog wel een part 2, een deel 2 aan dit verhaaltje. Wie weet niet. Daar ben ik zelf nog niet aan uit. Maar hier zijn de opnames van na mijn operatie. En bij elke opname vertel ik jou waar we ons bevinden. Maar we starten alvast met dag 1 van waar ik mijn stem weer mocht gebruiken. Hier gaan we.
Dit is de eerste dag waar ik terug mag spreken sinds mijn stemoperatie. Het is een hele spannende dag. En ik ben net bij de logopedist geweest. En het was nogal een moeilijk moment, want mijn stem klinkt niet meer als mijn stem. En het klinkt in mijn oren heel hees en heel dun, heel fijn, heel luchtig. De logopedist heeft gezegd dat ik met een zwoele, lage, sexy stem moest praten. Dus dat doe ik, of dat probeer ik. Ik had eerlijk gezegd gehoopt dat het anders zou klinken. Mijn stem is altijd al heel sterk geweest en nu klinkt hem ineens heel zwakjes. Dus dat maakt het wel emotioneel ook moeilijk. Maar dat is de uitdaging. De revalidatie gaat van start en ik ga de uitdaging met plezier aan. We gaan ervoor, hè. Ik ben al blij dat ik een stem heb. En nu is het elk uur bubbelen. Elk uur die stem gaan in actie laten schieten. Balans opzoeken tussen spreken. Stomen. En voelen. Luisteren naar mijn lichaam. En dat is nieuw. Maar een grote les dat ik hier leer is... Ik ben gewoon heel dankbaar dat ik een stem heb en dat ik kan praten. En ik kan niet wachten om te horen hoe dan mijn stem binnen 2 maanden of zo gaat klinken. Het nieuwe jaar inzetten met mijn nieuwe stem. Ik ben benieuwd. Het is exact 1 week na de operatie. En 4 dagen sinds ik terug mag praten. En wauw, ik heb echt het gevoel dat het veel beter gaat. Ik word wel heel snel heel moe. Niet fysiek, maar de stem gewoon. Heel veel spanning, heel veel... Net of ik moet duwen op de stem. En dat is een teken dat ik even moet zwijgen. Dus dat is wel een uitdaging geweest. En ik heb met heel veel zangers samengewerkt die fysiek... niet alles tot hun beschikking hebben. En ze zeggen mij dan vaak, ja, ik wil wel, maar mijn lichaam wil het niet mee. En ik denk dat iedereen dat wel al eens heeft mogen ervaren. Of dat je nu fysiek beperkt bent of niet. Soms willen we door, maar worden we moe. Of qua tijd zit het niet mee, al die zaken. En dat is een hele mooie les dat ik nu aan het leren ben. Ten eerste, luisteren naar ons lichaam is zo belangrijk. En ons lichaam op een intiemere manier leren kennen. Want het is 1 jaar geleden, in november exact, 2021, dat ik voelde dat daar iets op mijn stem was. En de NKO had niks gezien. En toch, omdat ik mijn stem zo intiem ken, ben ik daarmee door blijven gaan. En sta ik uiteindelijk waar ik vandaag sta. Dus... een prachtige les om je lichaam te leren kennen. En dan de 2e stap is om er ook naar te luisteren. Dus ja, dat is toch iets dat ik vandaag wou delen. En ik weet dat het moeilijk is. Vooral als je lichaam niet mee wilt. Of dat je hoofd meer wilt doen dan wat je fysiek lichaam aan kan. En wat mij helpt in zo'n momenten is om terug te gaan naar... Oké, rust. Dat is het werk. The rest is the work. Soms soms is het rusten net hetgene dat we even actief moeten gaan doen. In plaats van iets anders actief doen, bijvoorbeeld. Dus ja, ik hoop dat dat misschien helpt. Maar voilà, vooruitgang met de stem, hè. Nu, de hoge noten, die komen er nog altijd niet uit. Maar dat is oké. Dat trainen we nog wel.
is vandaag dag 14 sinds ik terug mag spreken na de operatie. En het was ook mijn eerste sessie bij de logopedist waar dat we gezongen hebben. Halleluja! Dus 14 dagen niet zingen, wel spreken. Nu mogen we wel zingen. Het voelt heel raar, want ik heb totaal... Misschien geen totaal, maar ik heb heel weinig controle over mijn stem. In de hoogte, in de laagte. Het voelt heel onstabiel. Dus ik leer mijn stem herontdekken. Ik leer ze opnieuw kennen. Ik leer ze opnieuw trainen. En het feit dat ik het al eens heb gedaan, geeft mij ook vertrouwen. Dat ik het ook deze keer weer kan gaan trainen. En dat is het leuke eraan. Zingen, dat is trainen van stemspieren. En heel veel zangers die denken of die geloven dat ze een aangeboren talent moeten hebben. En dat is niet waar. Dat is niet waar. Want zingen, dat is het trainen van spieren. En iedereen kan dat. Aan de hand van de juiste oefeningen. En ik ben het nu aan het leven. Dus ik wil er niet over preken zonder het te ervaren. Maar dit is wat ik nu ervaar. Dus ja, heel onstabiel. Heel gek. Het voelt niet als mijn stem aan. En dat is oké. Ik ben benieuwd om te zien waar ik binnen 2 volgende weken ga staan. Dus ja, ik hoop dat dit jou ergens ook inspireert om die spieren of die stemspieren te blijven trainen. En die discipline daar rond te vergaren. En dan natuurlijk komen als we aan discipline spreken, spreken we ook over oefensessies. Hè. En... ik moet bijvoorbeeld nu 3 keer een kwartier per dag. Dus dat is 3 kwartier op een volledige dag. In plaats van 2 uur, 1 keer in de week. Hoe zou het zijn om 1 kwartier per dag even te besteden aan het zingen? Daar gaan we veel meer uit halen dan 2 uur. Gaan en dan moe zijn. Dus ja, wanneer ga jij er tijd voor vrijmaken vandaag? Wanneer gaat jouw zangkwartiertje vandaag door? Ik ben benieuwd. Dit is dag 1, 2, 3, 4 sinds ik terug mag zingen. En we zitten aan 3 weken en 1 dag na de operatie. We zitten aan 18 dagen sinds ik weer mag spreken. En ik heb gisteren mijn eerste zangles ook teruggegeven. Mijn eerste vocal coaching sessie. En wauw, ik was vergeten hoe zalig het voelt om iemand die vrijheid tijdens het zingen te kunnen laten ervaren. Of te helpen om te kunnen ervaren. En weet je, even dat gevoel gewoon was een reminder van hey, dit is waarom dat je doet wat je doet. En ik ben gewoon zo dankbaar dat ik zangers kan helpen om dat geluk te ervaren tijdens het zingen. Om die flow te ervaren, om die energie te ervaren, om die blijdschap te ervaren. Ha, zalig gewoon, zalig. Dus ja, ik ben blij met de stem. Gaat het ook stilletjes aan beter. Natuurlijk heel veel vermoeidheid. Dus het is enorm zoeken naar een balans en luisteren naar... ons lichaam blijft daarin belangrijk. En ik geloof dat iedereen uiteindelijk de lessen die ik nu aan het leren ben, gewoon door die operatie, uiteindelijk moeten wij die allemaal leren. Balans, hè. Balans, ja. En ik weet het, ons logisch brein weet het allemaal. En in de praktijk is dat natuurlijk veel moeilijker, maar dat is oké. Dat is waar we samen aan kunnen werken, toch? 27 november vandaag. Dat wil zeggen dat het 1 maand exact geleden is sinds de operatie. En wauw, het is echt een rollercoaster geweest. Sinds vorige week mag ik ook terug zingen. En heb ik ook weer zangles gegeven, vocal coachings gegeven. En oh, ik was dat gevoel niet vergeten, maar ik vind het zo geweldig. En ik ben gewoon zo dankbaar om met zo'n zalige zangers te mogen samenwerken. Dat moment waarop dat alles klikt. Het moment waar dat iemand vol vrijheid zingt. Weet je, zonder onzekerheden, zonder spanning in zijn of haar lijf. Echt, dat is onbetaalbaar. En
Dit bevestigt nogmaals dat ik ben geboren om vocal coach te zijn, volgens mij. Ah, ik krijg er zoveel energie van en momenteel voel ik gewoon enorm veel dankbaarheid. Ook voor iedereen zijn geduld met wie ik werk. Hè. Ik heb een koor en die mensen die zijn super geduldig. De zangers waarmee ik samenwerk zijn super geduldig. Dus ja, het gaat met zijn ups en downs. Want de stem voelt niet elke dag even goed. Vandaag bijvoorbeeld voelt er enorm veel spanning. Eergisteren voelde het heel goed, omdat ik toen net ook bij mijn stemtherapeut was gegaan. Die had mij helemaal losgemasseerd en dat voelde gewoon geweldig. Vandaag weer wat minder. En dat is blijkbaar normaal en dat is ook oké. Dat is denk ik voor ons allen een mooie les, hè, om te luisteren naar ons lijf en onze stem en onszelf. Dus ja, het gaat goed. Ik moet geduldig zijn. Ik ben heel ongeduldig op dit moment, maar... Dat is een work in progress. Als gepassioneerde zanger weet je dat je stem op een gezonde manier leren gebruiken een essentieel onderdeel is van het zingen, zodat je nog lang en gezond kunt blijven zingen. Toch? Nu, de meeste beginnende zangers die maken de fout om hier niet bij te blijven stilstaan. Ze zijn zich niet bewust van hoe ze hun stem tijdens het zingen gebruiken. En ze weten ook niet hoe ze deze op een efficiënte manier kunnen gaan gebruiken, zodat ze met gemak kunnen gaan zingen. De realiteit is dat het niet enkel genoeg is om je stem mooi te laten klinken tijdens het zingen. Het is ook van belang om de juiste vaardigheden te ontwikkelen om je stem gezond te kunnen gaan gebruiken, zodat je al die hoge en ook die lage noten op een makkelijke manier kunt gaan zingen. En daar wil ik je heel graag mee helpen. Ik organiseer binnenkort een workshop die je de belangrijkste zangtechniek gaat meegeven. Je leert spelen met je stemkleur, met je strotten of positie, zodat je in enkele minuten hoge noten zonder spanning kunt gaan zingen. Dus mocht je er graag willen bij zijn, meld je aan voor deze gratis workshop via zanglesmetmaggie.be/zangtechniek. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan. Dit is dag 32 van de operatie en ik heb vandaag net mijn eerste onderzoek gehad, eigenlijk tweede onderzoek gehad bij de NKO na de operatie, om te kijken hoe alles gaat. En het gaat eigenlijk niet super, in de zin dat ik eigenlijk te veel doe. Dus dat is een hele goede les dat ik leer. En ik denk dat iedereen die een lichaam heeft en iets met dat lichaam wil doen, maar als het lichaam niet volgt, die frustratie wel kan snappen. Maar ergens voel ik ook dankbaarheid dat ik deze herinnering heb gekregen. En op zoek gaan naar die balans is zo mooi in theorie, maar zo moeilijk in de praktijk. En dat is iets dat ik ook aan de zangers waar ik mee samenwerk wil bijbrengen. Dus ik moet het eerst kunnen leren voor ik het kan doorgeven. En het is gewoon even moeilijk. En dat is oké, dat mag moeilijk zijn. Ja. Dus nu ga ik terug wat afbouwen. En oplossingen zoeken. Coaching sessies verminderen. Wat meer uitspreiden doorheen de dag. In plaats van een paar na elkaar. Meer stemrust. Meer stomen. Meer bubbelen. Maar we gaan ervoor, hè. We geven niet op. Wow.
Dat zijn dus noten die vroeger niet meer lukten. En nu weer wel. Het is dag... Hoeveel, hè? Het is dag... Ik pak mijn kalender er even bij. We zijn 9 december. Dus we zijn een maand en een week ongeveer. Een maand en een week bijna, ja, verder. En een maand en 2 weken verder. En wauw! Vorige week ben ik naar... Nee, 2 weken geleden ben ik naar de NKO-arts geweest. En daar was er duidelijk teken van overbelasting van de stem. Het was rood, gezwollen, ontstoken. En sindsdien heb ik mijn activiteiten enorm weer verminderd. Goed mijn oefeningen blijven doen. En kijk, it pays off! Na 2 weken wat emotioneel moeilijk te hebben gehad, is er vandaag toch wel een lichtpuntje. Dus ik ben zo dankbaar voor mijn stemtherapeute. Echt, wat zij doet, wonderen, wonderen. En natuurlijk ook voor de dokter die mij geopereerd heeft. Hè. Dus work in progress. Nu ga ik weer even zwijgen om die stem te laten rusten. Maar spannend. Het is dag 49 na de operatie. Ik kom net terug van mijn stemtherapeute. En stilaan wordt het weer een beetje beter. Het gaat echt met ups en downs. Goed aanvoelen wat de stem wel of niet aan kan. En het is een zoektocht, hè. Maar weer al, ik voel mij er sterker door worden. Dit zijn uitdagingen in ons leven die op ons pad komen. En dan ben ik eigenlijk dankbaar, heel dankbaar dat die er is. En het is niet altijd makkelijk en dat is oké. Het hoeft niet altijd makkelijk te zijn. Want zou het makkelijk zijn, dan zouden we niet groeien. Zouden we niet bijleren. Zouden we niet sterker worden. Dus ik ben even heel dankbaar. En ook dankbaar dat ik hier mijn verhaal mag delen. En hopelijk inspireert jou dat op een of andere manier. Dus dankjewel om hier te zijn. Dit is dag 96. Ik heb net geteld en ik ben de tel even kwijt. Maar we zitten 3 maand en 4 dagen na de operatie. En ik had gisteren een afspraak bij mijn dokter in Hamburg, die mij geopereerd heeft als check-up. En hij begon van, it's good news. Maar dan werd het niet meer zo'n good news. Basically, wat dat hij heeft gezien, is dat er nu op de rechterstemband een zwelling is. Dat vind ik niet zo'n good news, zoals dat hij zei. Dus ik ben er nog aan het zoeken van, wat is eigenlijk hier het goede nieuws? Maar om een lang verhaal eigenlijk kort te schetsen. Stembanden die zijn altijd symmetrisch. Die moeten ook symmetrisch gaan trillen. En dus zijn theorie is, omdat er dan op de linkerstemband die kiste was, heeft mijn rechterstemband daarop gereageerd. En begint er daar nu wat hij noemt een oedema te groeien. Of in het Nederlands denk ik een oedeem of zoiets. Om die balans daarin te gaan hebben, om die symmetrie te hebben. Maar ja... Links is nu die kiste weg. Dus die oedema zou daar niet mogen zijn, volgens mij. Dus dat is zijn theorie. Dus dat is weer een uitdaging om te overbruggen. En zoals ik het aan mijn zangers vaak zeg, het is geen roadblock, maar een roadbump. En zo wil ik het ook zien. Als een roadbump. Dus het vertraagt even om erover te kunnen gaan en sterker door te komen. Maar ik ben moe. Het is zo'n uitdagende tijd geweest de afgelopen paar maanden. En
Ik voel mij gewoon uitgeput. En heel emotioneel, zoals je kunt horen. En ik denk dat ik gewoon ook te weinig slaap heb gehad. Dus misschien moet ik een dutje gaan pakken of zo. Maar dit is op dit moment even de laatste, het laatste berichtje dat ik inspreek voor de podcast. Want ik heb nu beslist dat die dus gewoon online gaat. Al de andere dagen heb ik ingesproken. Zonder te weten of ik dat ooit met de wereld ga delen. Maar dit ga ik dus delen. En dit is de laatste. Dus dit is het einde van de podcast. En er komt misschien wel een deel 2. Als die edema weg is. Ja, ik ga ervan uit dat die gaat weggaan. De dokter sprak trouwens ook van een tweede mogelijke operatie om die weg te halen. Wel een minder grote als de eerste. Het zou gewoon laser surgery zijn. En we gaan binnen 3 maanden herevalueren of dat dan nodig is of niet. Dus hoewel ik enorm moe ben en emotioneel over heel dit verhaal, blijf ik erin geloven dat dit mij gaat sterker maken. Dat ik hier dit meemaak om er lessen uit te halen, zodat ik andere zangers daarmee kan inspireren. En hoewel ik moe ben, wil dat zeker niet zeggen dat ik opgeef. Dus die edema die gaat weggaan en mijn stem gaat weer gezond zijn. Daar ga ik vanuit, daar blijf ik in geloven. Daar blijf ik alles aan doen. Dus ik ga nu een dutje pakken, zodat ik kan beginnen herstellen. Voilà. Ben dankbaar dat je tot hier hebt geluisterd. Dank je wel. En dank je dat ik mijn verhaal mag delen. Dank je om hier ook uit te leren dat deze ervaring niet voor niks is. En ja, dank je wel om hier te zijn. Apprecieer ik enorm. Dag. Ik geef je een virtuele high five. Deze aflevering zit er alweer op. Ging dat ook veel te snel voor jou? Als je nog meer weetjes, oefeningen en zangtips wil, ga dan naar zanglesmetmaggie.be. Wil je eerder deel uitmaken van de leukste online zangfamilie? Word dan lid van onze privé Facebookgroep. Hij heet Zangles met Maggie. Hier kom je in contact met gelijkgestemde zangers, krijg je feedback, aanmoediging en zelfs gratis zanglessen. Vond je deze aflevering leuk en waardevol? Abonneer je dan zeker op deze show. Deel het met je vrienden en laat een review achter, zodat we nog meer zangers kunnen bereiken en de kracht van het zingen kunnen verspreiden. Dankjewel voor je enthousiasme, je steun en tot binnenkort.